Het is dinsdag. Is het dinsdag? Ja, het is dinsdag. Ik hou het niet meer bij welke dag het is. Claire komt deze kant op. Wij gaan straks samen filmen. Super, super leuk. Voordat zij naar New York gaat nog, gaan we eventjes voor mijn video opnemen. Voor haar video opnemen. Hebben we lang niet meer gedaan. Super gezellig. We gaan onder andere een mukbang opnemen. Dus dat wordt hartstikke leuk. Ik ga me heel even klaarmaken. Zeg maar haar feunen en zo. En dan zie ik Claire zo meteen. Espresso dus. Ik denk echt alleen maar espresso. Heel soms iets anders, maar ja, die soja, die. Ik ben me aan het opmaken en proef ze maar voice over te doen. Gewoon heel, ik zit gewoon la 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 la. Oh, die hoeft zo ook eens pakken. Ik denk die in je vloevig. Ja, dit is een mooie vloef. Weet je, korrelvloef. Welke? Korrelvloef. Korrelvloef? Ja, die kant. Oh, we gaan voor die kant. De schuine, niet zo vloevige vloef. De streepjes vloef. Oh, chips. Er zat al een vloef in. Nou ja, laat maar. Ik gebruik deze wel. My husband does my voice over live. Dat is geluid wat de streepjes vloef maakt. En ja, wij doen... Kan je me iets dichterbij, dan wordt het een beetje ASMR, dat is leuk. Doe we iets. Nee. Zo, even mijn wenkbrauwen weer een andere kleur geven dan mijn natuurlijke kleur. Ik ben vandaag maar weer voor grijzig gegaan. Ik krijg 1000 appjes. Oh, dat is Max. Ik ook. Streepigst. Deze streepigst. Zo, ja. Ik denk dat ik maar tot de helft ga dit keer. Nou ja, of misschien dat ene streepje ook wel. Ja. En dan erboven. Oh, niet uitschieten, wel binnen de lijntjes kleuren. Zo. Oh, ik wil ook een speciale rondjes techniek, vind ik fijn. Eigenlijk heb ik gewoon donker bloed en snij ik mezelf de hele tijd open en nu krijgt het deze kleur. Boven kijken. Vragen. Ah, daar is de korrelvloef. Wat is korrelvloef? Ja, een soort korrelzel. En ja, helaas weet ik de echte termen. Hey. Hey, ik ben te bruin voor mijn doen. Deze kleur ziet er zo licht uit. Ik heb alleen op mijn ogen mascara en oogpotlood. Meer nodig of niet? Ik ga wel filmen, dat is wel een ding. Als ik film, probeer ik altijd ietsje dekkender te dragen. Dat is misschien wel leuk, hè? Ik vind mijn ogen alleen dan zo niet sprekend of zo. Ik heb trouwens op mijn lippen Muse van Huda Beauty. Ik vind het zo'n mooie kleur. Terwijl normaal zou ik dit echt te donker vinden of zo, maar nu... Oké, ik ga mijn haar even feunen. Gewoon een feun met een ronde borstel. Bezoek! Ja! Gezellig. Ja. Dankjewel, Poepje. En ze heeft helemaal uitgebreid make-up op en zo. Ja, ik dacht ik niet naast jou zitten. Terwijl dus ik dan, anders ben ik zo'n bleek gezicht. Moet ik zo oogschaduw opdoen. Nou. Oké, wij gaan zo filmen. Claire is even met de auto's bezig. Want Poep gaat er nu vandoor. Ik heb trouwens vandaag een shirtje aan van Lovies. Ik vind hem superleuk. En deze Topshop broek die ik soort van herontdekt heb. Gisteren was de stylist er natuurlijk. En die zei, oh die broek, ja, die moet je daar. Ik dacht, oh ja. En voor degenen die er benieuwd naar zijn. Ik link vaak kleren die ik aan heb. Of spullen of jas of tas of whatever. Link ik vaak onder de video. Want ik krijg heel vaak vragen van waar is dit van? En dan staat er een linkje onder. En trouwens, hoe mooi ziet Siem er nu uit in de zon. Jij bent echt heel fotogeniek, Siem. Heel knap. Ik vind jouw rode haar heel mooi glanzen in de zon. Ga maar glanzen. Ja. We willen dus gaan filmen. Nou, dat wilden we 2,5 uur geleden al. 2,5 uur geleden ja. Begon dit. Ja, en we zijn gewoon non-stop aan het kletsen. Non-stop. Ja. Ja, maar dat mag, hè? Ja, maar dan moeten we ook in de video. Dat is waar, vanwege New York. Ja, we willen heel graag naar New York op bezoek bij Claire. Dat zou wel heel erg leuk zijn. Zouden jullie dat leuk vinden? Als we New York vloggies? Ja. Ik in elk geval wel. Ja, wij ook. Moet even kijken wanneer er weer Werelddealweek of zo zijn. Ja, en die zijn net geweest. Ja, die zijn net geweest. Top.
Ja, maar wij... Ja, oké. Okay. Nou ja, misschien... Ja, ja. Kijk, want ik wil het serieus wel doen. Dus dat is wel leuk. Oh, dat kunnen we ook wel zo vertellen in de video. Ja. Dat is wel leuk. Maar goed, wij gaan dus 2 video's opnemen. De eerste bij jou. Of gaan we de mukbang? Ik heb wel honger. Je hebt honger. Ik begin ook honger te krijgen. Maar als we... Nee, laten we eerst even mij doen. Oké. Okay. Oké. Oké, we hebben net gefilmd. Bucketlist dingetjes. En die gaat Claire koken. Ze zegt gewoon, ja, ik kan in een half uur een heel Amerikaans met friet en hotdogs en hamburgers en woman. Ik ga het doen. Ik ga het proberen voor jou. Love it. Er gaat nu een stopwatch aan. Want ze claimt in 30 minuten. Ze is wel al wat voorbereidingswerk aan het doen. Maar weet je wat het is? Die frietjes, dat duurt sowieso al een half uur. En 20 minuten tijd, of zo? Ja, 20 of 30 minuten. Ja. Binnen die tijd is heb je. Wauw. Ik zeg het je. Kijk hoe lekker je dit zit te mixen. Luister ook even. Dit is heel erg ASMR. Wat lag ik daar? Kijk even hoe lekker dit eruit ziet. Zo, maar deze broodjes heeft ze dan eerst in de oven gedaan. Claire, kan je hier een video over maken? Ja hoor, kan. Please. Kan. Please. Hoe lang heb ik me dan, hoe zit het met de timer? Ik heb hem niet aangezet. Jawel. Zat hij niet aan? Nee. Oh. Heb ik niet aan? Nou, laten we het zo zeggen. Nee, want wanneer gingen we de oven voor verwarmen? Dat staat ook hier. Ja. Hij is 35 minuten aan. Ja. Ja, laten we zeggen half uurtje en we zijn er. Sorry. Tijd. Ja. Ja, zei het. Even kijken, ik denk, ja, dit wordt hem. Maar dan kunnen we ook kliederen, want bij die andere plek is het een beetje... Moet je nou het meest voorzichtig zijn. Even kijken, zo. Ja, dit wordt wel even. Yes. Jongens. Het is meer geworden dan, zeg maar, verwacht was. Met overal dan maar kaas bij en zo. Echt overal zit kaas. Overal zit kaas bij. Op alles. Maar dat is goed. Het zijn weer kaas. Ja, kaas. Van de pino's over de frietjes. Ik kan hier ook nog bonen bij. Nee, dat is meer bij de, ja, bij de tortilla chips. Weet je wel, dus kaas en bonen en... Oh, daar wil je het op. Ja, het ziet er goed uit. Zal ik even een beetje chili? Waar heb jij chili bij gedaan? Ja. Oké. Okay. Wow, dat is bijna ineens dan, hè? Ja, het is niet heel veel, maar maakt niet uit. Wat mag er, wil je neers alles? Ja, oké. Okay. Zo, dan ga ik deze tot de oven. We zijn er, we gaan filmen. Maar yes. Komt hij tot hier of zo? Je kan, hier, ik draai hem even om. Dan kan je het zien. Dan ga ik even wachten. Rust. Yes, perfect. Ik wil die stoelen daarachter even mooi. Die zijn al net verschillend. Hè? Oh, we hebben een mukbang opgenomen. En Foefje die is mee gaan doen. En het was echt zo grappig. Mm-hmm. Ik denk dat dit tot nu toe de allerleukste mukbang is die ik ooit heb gedaan. Echt. Heel erg leuk. Claire gaat de oefeningen met Foef meedoen. Doe jij yoga voor je rug? Ik doe maar wat. Oh. Dat is namelijk niet de zonnegroet. Wat is allemaal zonnegroet? Dat is toch niet de zonnegroet? Ik weet alleen niet. Nee, zonnegroet is... Dit is toch de zonnegroet? Dit is downward dog wat jij doet. Downward dog. En dan mocht je er altijd naar zo. Zo, dan... Ik doe toch de zonnegroet? Jij doet de upward dog. Ja, goed zo Claire. Nice. Oh. Oké, we hebben zo meteen bezoek. Max en Marije. En het is 6 uur. Ik zit zo vol. Maar ik moest nog werkdingen doen. Ik dacht dat we veel eerder klaar zouden zijn. Dus ik dacht, oh, dan heb ik nog 2-3 uurtjes tussendoor om te werken. Maar lukte niet. Maar ik heb toch echt deadlines. Dus dat ga ik nu heel snel in de slaapkamer doen. Even orde op shampoo. En kijk, voor wie het schilderij kent, het vliegtuig. Kijk eens wat daar het allergrootste op staat. Onze favoriete plek, het Jamaica. We hebben bezoek. Hallo. Hallo. Wij hebben zojuist iets heel leuks gedaan. Nou, dat is toch al een bevalling. We zijn met de 24 naar de wc geweest. We hebben al iets leuks. We gaan iets leuks doen. We gaan namelijk met z'n allen naar New York! We gaan op bezoek bij Claire. Ze zat net helemaal te vertellen van ja, iedereen zegt wel dat ze op bezoek komen, maar dan komen ze niet en zo. En toen dachten we, we doen het gewoon! We doen het gewoon! Review, honey. Yes. Dus we gaan naar New York. Dus Claire moest net doen alsof ze dat leuk vond. Ja, dat ben ik haar. Ja! Nee, vond ze heel leuk. Leuk. Nee, het duurt ook nog even, maar we hebben geboekt in ieder geval. Ja. Super! Ja. Ik ga slapen. Het is echt weer heel erg laat, maar ik heb echt zo'n belachelijk gezellige dag gehad vandaag. Ik heb echt keihard met Foef en Claire gelachen, ook tijdens de opname. Ik denk echt een van de leukste video's ooit is. En daarna met Max en Marij ook zo gezellig gehad. En ja, het was echt een hele leuke dag. En we hebben dus echt iets heel leuks samen geboekt. Maar goed, het was echt een topdag.
Ik hoop dat jullie leuk vonden om mee te kijken. Ik wens jullie alvast een hele fijne dag. Ik hoop dat jullie leuke dingen mogen meemaken. Ja, bedankt voor het kijken. Ik zie jullie morgen weer.